Mensen, we kunnen het gewoon maken al. We hoeven niet eens meer terug naar de maan. Het is leuk dat ik dit allemaal aan het hervullen ben. Dit wordt gewoon letterlijk onze Marsmissie. Wauw. Yo kijkers van Duffy Games. En leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Space Astronomy. We gaan vandaag weer lekker verder. Heb jij er zin in? Klik natuurlijk eens even op dat duimpje omhoog. En als je ook nieuw bent, abonneer ook vooral eventjes. Welkom. Wat natuurlijk de planning van vandaag is, mensen, is dat wij nu teruggaan naar de aarde. Daar op de aarde gaan we even snel restocken. Vooral wat eten meenemen, wat ook allemaal. En dan komen we hier terug op de maan om waarschijnlijk ons laatste beetje raw meteorite iron gaan halen. Ik ga dus ook meteen natuurlijk even op de aarde checken of we dit kunnen verdubbelen op een vrij makkelijke manier. En als dat lukt, dan is dat natuurlijk alleen maar hartstikke mooi. Wij gaan in ieder geval nu lekker die kant op. En wij gaan eens even kijken hoe wat allemaal. Ik heb voor de rest alles bij me. Ik heb geen eten meer, dus we moeten wel. En aan de hand daarvan zullen wij de rest dan wel gaan zien. Ik kijk nog heel even, zie ik ergens nog een meteoriet die ergens is ingeslagen. Want dan wil ik die natuurlijk graag nog even meesnoepen. Maar ik zie het zo 1, 2, 3 allemaal niet. En dat betekent dus maar één ding. We zijn ready to go om weer terug te gaan naar de aarde. En vanuit daar dan kunnen we weer deze kant op. Ja, het is op zich, natuurlijk de eerste keer hier naartoe gaan is natuurlijk op zich vrij moeilijk. In de zin van, je moet natuurlijk alles leren en weet ik het allemaal. Maar als je eenmaal hier bent geweest, één keer heb ik zoiets van, nou, het valt eigenlijk allemaal wel mee. Dus without further ado, we gaan wel lekker die kant op. Er zit een spin bovenop de raket. Are you kidding me? Nee! Are you kidding me? Nee. Nee. Nee, 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 nee. Oh mijn god. Oh mijn god. Waar is mijn raket? Hallo? Hier is mijn raket. Oh mijn god. Nope. Dit vind ik zo lame. Dit vind ik zo daadwerkelijk lame. Oh. En ik vind dit heel kut. Maar dan ook oprecht heel kut. Oké. We moeten alles nu snel zien te grijpen. En we moeten alles opnieuw in die raket douwen. En we moeten gewoon opnieuw proberen om weg te vliegen. Maar dit is wel heel erg kut. Moeten we dus blijkbaar ook rekening mee houden. We kunnen keihard genaaid worden door deze game. Great. Fuck. Oké. Het gaat allemaal nog goed, mensen. Ik had al lang op de aarde willen zijn. Maar goed, maakt niet uit. Het gaat allemaal nog goed. Hier nog stuf liggen. Dat pakken we ook maar meteen even mee zo. Want ik vind het zonde. Dadelijk vergeet ik iets of wat er kan. Maar zou er gewoon natuurlijk doodzonde zijn. Hallo Skeletoni. Laat me met rust. Natuurlijk hit me dan ook nog maar even lekker één keer. Die nemen we ook mee. En we zien hier in de hoek nog iets liggen. Ik denk dat ik alles heb. Ik ga geen moeite er voor de rest doen. Ik ga gewoon opstijgen. Let go. Ben ik iets vergeten? Nope. Oké, toppie. We gaan naar de aarde toe. Wat ik zeg, dit is echt pretty fucked up dit. Ik heb geen zin om moeilijk te doen. Om dingen nog te verzamelen of te weet ik veel wat. We gaan gewoon lekker nu die kant op. En holy freaky shit. Ik moet zeggen, wel een mooi plekje voor een raket kappa. En there we go. Hoppatee. Weg bij jullie allemaal. Motherfuckers. Ik vind het overigens wel jammer dat niet de beesten zeg maar, die daar allemaal zitten dan doodgaan. Zo, weet je, door de warmte. Net die skeleton was natuurlijk wat dat betreft veel te dichtbij. Dat hij dan niet doodgaat. Toch jammer. Toch jammer. Moet ik nou met... Even kunnen kijken. Ja, oké. Okay. Oh, er zit trouwens ook dat vuur. Zie je, dus echt daadwerkelijk zo naar beneden gaan. Lachen. Ach ja, we zijn er bijna. We kunnen natuurlijk ook naar de ISS gaan. Oftewel, de Duffy ISS. Maar dat gaan we niet doen. We gaan gewoon lekker naar de aarde toe. Want ik moet echt gewoon eten hebben. Verbaas me toch ook keer op keer. Dit is trouwens het enige wat ik in deze modpack eigenlijk gewoon nooit heb gehad. Veel eten. Double click, there we go. En ik wil gaan naar de aarde toe. Hoppatee. Goed, ik denk, moeten we eigenlijk hiervoor... Nee, trouwens, nee, we hoeven geen spatie in te drukken. We hebben natuurlijk gewoon onze parachute bij ons. Dus we gaan gewoon letterlijk rustig landen hier bij mijn huisje. Hallo, Kizzy. Met alle spulletjes. Zo, wie zint daar weer, ja? Aber... Oh, dat is wel fucked up, though. Ik heb geen... slaapshizzle, maar de nizzle. Want die heb ik dus nu in mijn kist zitten daar. En die komt iets later naar beneden toe. Wordt het net licht? Kijk al die creeps overigens, mensen. Holy shit. Holy shit. Oké, okay, gaat hij eerder... Waar gaat hij nou landen dan? Gaat hij op mij landen? Oh, daarbovenop. Tuurlijk, waarom niet, joh? Ik weet niet of ik kan slapen, maar kan ik slapen? Ja, ik kan slapen. Oké, top. Gaan we gewoon even snel slapen, want waarom freak je niet? Ik bedoel, alles wat dat dan leeft, wat ook allemaal gaat, dan tenminste dood. En weet ik het allemaal. En dan heb ik daar geen last van. Moet je zien, nou, al die fucking creepers, joh. Ja, dat dacht ik. Ren maar lekker die kant op. Fucking hell, zeg. Oké, maakt helemaal niet uit. Goed. Wie zien daar weer, ja? Wie zien daar weer aan die planeet Earth?
En we kunnen in ieder geval weer door. Goed, we gaan niet te veel lopen kloten hier, mensen. We gaan gewoon kaart gewoon onszelf ready maken voor de volgende missie meteen. En dan moet het helemaal goed gaan komen. Zo, there we go. Alles wat overigens onder me loopt en irritant doet. Nou ja, heel cru gezegd, het zij zo. Ik kan er niet zo heel veel aan doen. Laat ik meteen bezig gaan met het hervullen van de tanks. En weet ik het allemaal, want dat is natuurlijk wel gewoon van belang. Dus ik ga ook niet... even kijken, dus deze. Hoppatee. We hebben alleen geen power storage. Oké. Of echt, nee, dit moet trouwens hierin. Oké, we hebben geen power. Want we hebben natuurlijk geen lava daar nu ready voor. Maar... wij zouden wij niet zijn. Als wij niet gewoon hier lava vandaan kunnen toveren. Hoppatee. Vullen maar jullie. Die kleine schmetterlin. Vullen. There we go. Oké, dit gaat in ieder geval allemaal goed komen. Dit gaat allemaal gevuld worden. Perfect. In de tussentijd. Wij hebben dus nu flink wat eten nodig. Heb ik... we hebben gelukkig mushroom stuws hier. Wauw. Kan ik tenminste even mezelf up hier. Heb ik nog botten hier? Dat is natuurlijk ook wel even de vraag. In de zin van... kunnen we nog genoeg eten gaan fixen? Ik heb werkelijk waar geen idee. Hier in ieder geval niet. En... hier ook in ieder geval niet. En hier al helemaal niet. Oké, dat is goed in ieder geval. Not, kappa. Oké, dat is echt pretty fucked up. Maar dan ook niet een klein beetje fucked up, maar echt, echt fucked up. Goed, het makkelijkste om nu aan eten te komen is denk ik dan toch bomen hakken en dan appelbomen maken. En vanuit daar maar weer doorgaan, weet ik het allemaal. En natuurlijk ook wel mushrooms eten, daar niet van. Maar oké, dat is echt pretty fucked up. Goed, dit gaat ondertussen allemaal wel lekker door. Dit is inmiddels vol, there we go, toppie. Dan gaan we hier meteen nu deze tanks vullen. Kijk, zoals ik zie, we hebben hier gelukkig nog genoeg fuel in zitten. There we go. Hop, hop en hop. Zo, perfect. Dan kunnen we dat ding natuurlijk ook meteen weer klaar gaan zetten. Kortom, we hebben nodig. We hebben dit apparaat nodig. We hebben een kabeltje nodig. En we hebben deze coal generator nodig met wat kool. Hoppie. Flikken we dat meteen hier neer. Want wat ik al zei, het is gewoon even snel hop, hop, hop. En we kunnen weer door. Alleen, het fucked up is dus, we hebben geen eten hier. Dat is echt fucked up. Maar goed. Waar zit dat kabeltje? Aan de andere kant, of course. Want waarom zou dat ook überhaupt ooit één keer meewerken? Weet je, waarom zou het gewoon in één keer lekker gaan? Oh, die kan ik ook echt niet gewoon... Oh. Kom hier. Zo dan maar. Perfect. Dan kunnen we hier in ieder geval de coin flikkeren. Oh, dat moet ook alweer moeilijk gedaan worden. There we go. 1 en 2. Zo. Terwijl ik ondertussen wat ondergespamd op Steam. Kappa. we vullen deze opnieuw. We vullen deze ook opnieuw. Zo, there we go. Zit hier voor de rest nog iets van brandstoftanks in? Ja, toppie. Kunnen we meteen pakken. Kunnen we meteen hierin gaan douwen. 1, 2, 3, 4, 5. Zuurstoftankjes erbij. Perfect al. Je gaat er weer kaal lekker. Als het goed is moet dit ding inmiddels ook al wel weer klaar zijn. Right, yes sir. Dan kunnen we jou ook gaan vullen nu. Perfect. Dan kunnen we deze ondertussen pakken. En wat wij dus ondertussen dan maar gaan doen, mensen, is denk ik... dat ik hier wel overigens echt heel veel troep nu bij me heb. We gaan eerst even nog zo wat troep dumpen. Dat mag allemaal erin van mij. Dat mag erin, dat mag erin, dat mag erin. Die niet, die wel, die wel, die wel. Zo. Die enderpearl. Overigens, een enderpearl. Hebben we die op de maan gekregen, though? Een enderpearl, for real? Nice. Zo. En dan hebben we hier nog allemaal troep in zitten. Oh, dit kan ik ook echt niet meer middel muis gewoon goed zetten. Wauw. Oh ja, ons iron gebeuren. Kan ik dat dus nu met dit verdubbelen? Dat is natuurlijk dus nu eventjes mijn vraag. Werkt dit daadwerkelijk? Ja, dit werkt wel. Maar wat is dit? Dit is nu gewoon throwable meteor chunk. Nou, dat vind ik een beetje zonde om te doen. Maar kijk, hoppatee. We hebben dus nu wel 20 al van deze ingots. En daar ben ik dan wel weer heel erg blij mee. Maar dat begrijpen jullie natuurlijk zelf ook wel. Daar ben ik oprecht heel erg blij mee. Had ik hier nog... ja, we hebben hier ook nog 6. Moet je nagaan, hé. Wauw. Wauw. Hier, bam. We hebben inmiddels 32. Ik vraag alleen even af voor een tier 2 rocket. Hebben we nog meer nodig? Want, to be honest. Als ik niet meer nodig heb dan dit. Waarom zou ik dan teruggaan naar de maan? Right? We moeten even goed gaan rekenen. Hiervoor hebben we het niet nodig. Oké, toppie, dat is dus nee. Hiervoor hebben we het allemaal wel nodig. Oké, dat kost dus één dingetje, één ding. Oké, dus 2, 4, 6, 8, 10. Onthoud, we hebben daar al 10 voor nodig. 10. Totaal 18, want natuurlijk ook aan die andere kant nodig. Dus dat is dus in totaal 18. Oké, voor een tier 2 hebben we dus 18 nodig. Dit is allemaal niks. Oké, 18. En dan even kijken... mensen, we kunnen het gewoon maken al. We hoeven niet eens meer terug naar de maan.
Het is leuk dat ik dit allemaal aan het hervullen ben. Dit wordt gewoon letterlijk onze Mars-missie. Wauw. Wow. Just saying. Wauw. Wat wij gaan doen, mensen, is wij gaan meteen 18 van deze dingen omslaan. Want dat moet gebeuren. Wat ik zeg, dat is gewoon nu voor ons even belangrijk. We hebben ook een NASA-auto. In de zin van, we kunnen misschien een NASA-auto gaan maken, mocht ik dat willen. Maar we kunnen gewoon nu de raket maken die we daadwerkelijk nodig hebben. Wauw, fucking episch is dit. Dit is echt heel erg episch. Holy moly. Ik weet niet overigens of ik voor Mars ook nog extra dingen nodig heb qua... andere ruimte dingetjes, zeg maar. Maar goed, dat komen we zelf wel achter. Deze kunnen we overigens op onze rug doen. Als ik ga vliegen wil ik altijd gewoon de kleine op mijn rug hebben. Ik weet niet waarom ik dat wil, maar dat is gewoon chill. We hebben hier nog een grote zuurstoftank. Die zocht ik inderdaad ook nog, toppie. Hier zit voor de rest geen zuurstoftank meer in. Oké, perfect. Dan kunnen we dit in ieder geval vast hier weer instoppen. Nou is het wel zo. Heb ik niet nog bepaalde dingen op de maan achtergelaten die ik per se nodig heb? Tegelijkertijd denk ik op zich nee. Ja, ik trouwens mijn workbench table. Die wel, dus mijn tool table. Tool. Table. Niet, oké. Okay. Table dan. Of het is een stencil table. Of, nee, wait a second. Het is inderdaad een stencil. Nee, het is geen stencil table. Het is de... Oh my god, are you kidding me? Hoe heet dat table, die ding nou? Is het een part builder? Nee, het is een... Tool station. Tool. Oh, wacht, hier hebben we hem al. Oké, toppie. Deze moeten we hebben. Dit was met iron blocks, dat ding, en shared bricks. Oké. Okay. Iron blocks. Even kijken hoor. Iron blocks. Kosten wel 4 iron blocks. Maar goed, dat ding laten we gewoon lekker op de maan staan. Want anders moet ik die kant weer op en dan schiet er ook helemaal niks meer op. Zo. There we go. 4 van die. Hadden we nog ergens shared bricks, jongens? Vast wel, toch? Vast wel. Ergens. Hebben we geen shared brick meer? Wat? Is dit serieus? Oh jawel, hier, kijk aan, ik wou net zeggen. En dan hebben ze ook nog dat houten ding daarvoor nodig. En dat houten ding maken wij door een blank pattern met nog iets. Sticks. En hout. Even kijken. Die. Dat gaan we lekker moeilijk doen. Zo. En dan... crafting table, letterlijk. Oké, nou zo, met zo. En dan, hop. There we go, topje. Goede dingen hebben we ook weer. Nice. Goed, wat is nu voor ons van belang is, mensen, dat wij dus eten gaan fixen. Dat is gewoon hetgeen wat we echt gewoon nodig hebben. Dus wat we genoemd hebben, dit hebben we allemaal daarin. Dat doe ik trouwens verkeerd, dit moet helemaal niet daarin. Dan heb je trouwens nog wel een soort empty ding die we nog moeten gaan vullen. Ik doe even daar trouwens erin. Ik doe dit even allemaal opruimen, want dat is hetgeen wat ik dus wil doen. Ik wil de boel even snel opruimen. Dit gaat ook daarvoor. Ik weet, ik doe het in de verkeerde kist, maar eindelijk even down voor nou. We gaan in de tussentijd onze jetpack opladen. Dat moet ook gebeuren. Zo. We gaan dit ding ook alweer vullen, want des te meer we nodig hebben, des te beter het is. Heel leuk overigens dat ik deze raket nu wel heb gevuld. Maar deze raket gaan we natuurlijk helemaal niet eens gebruiken. Deze raket kunnen we natuurlijk nog wel... Wait a second. Deze raket kunnen wij dus nog wel een keer gebruiken. Om dus nog één keer naar Mars te vliegen. Nee, naar de maan te vliegen. Om alles op te halen. Want wat ik me dus nu in één keer bedenk is. Wij hebben deze raket nu helemaal niet meer nodig. We gaan namelijk een spliksplint een nieuwe maken. Right? Dus dat is helemaal niet nodig. Maar goed, wat ik zeg. Het is wel handig om gewoon de boel hierin te hebben. Want ik ga natuurlijk wel die airbubble wat ik allemaal ophalen. Dat is wel één ding wat ik zeker te weten ga doen. Want ik vind het anders ook gewoon zonde. Dus we kunnen deze kist hier kunnen wij weer ready gaan maken. Uiteindelijk dus voor de Mars missie. En het op die manier gaan doen. Lijkt me in ieder geval verstandig om te gaan doen. In de tussentijd zijn deze plaatjes omgeslagen. Perfect. Dan moeten wij nu, wat toch wel van belang is, onze farm gaan uitbreiden. Wat fucking lame is om te moeten doen, maar het is wel van belang. Want anders dan komt dat ook weer niet goed. Ik gooi het dus op de grond, ik pak het zo op, no worries. Waar is mijn glider? Hij zit gewoon in mijn infocat toppie. We moeten deze farm gewoon even groter maken, zodat wij hier meer eten kunnen verbouwen. Want ik heb het al wel weer gezien, mensen. Dat hebben wij gewoon nodig. Dat hebben wij gewoon nodig. Als ik hier dit water laat, dan moet er denk ik wel genoeg zijn voor dat allemaal zo. En dan doen we dat ook even bij deze zo. En dit vullen we gewoon allemaal op. En wat wij gewoon hiermee gaan doen, is we gaan dit gewoon allemaal volgooien met
ja, zeppelins of zeppelin seeds, wat ook allemaal. Ik wil ook nog wat extra fruit trees gaan maken, want dat lijkt me ook wel handig om te doen, maar ja, dit is gewoon hetgeen wat we moeten doen. Allemaal volgooien met eten, want ik heb het er wel weer gezien, eten hebben we flink veel nodig. Is op zich logisch, maar hè, is wel fucked up. Zo. En de zaadjes mogen overal lekker erin. There we go. Lekker, dude. Oh, dit is dat wel lekker. Lekker een beetje tuinieren. En lekker een beetje tuinieren in de video. Heerlijk. Hoppatee. Ik wil wel even snel gaan slapen natuurlijk. Want I don't like all those mobs. Die er nu allemaal alweer zitten. Dat is werkelijk bij insane. Echt werkelijk bij insane. We kunnen natuurlijk ook kippenvlees trouwens gebruiken. Om natuurlijk onszelf te bekostigen met wat lekker smikkelwaar. Hier moet daar ook nog een kippetje rondrennen. Kijk aan, hallo. There we go. En op zich, ja toch, zo'n paddenstoel is ook niet verkeerd. Ik vind het jammer dat wij niet in één keer een hele paddenstoel kunnen slopen met dit ding. Dat ik denk van, why not? Maar het zou wel aan mij liggen dat dat niet kan. Geen idee. Oh, de slopen. Oh, wauw. Oh, we hebben echt dat ding gewoon helemaal geslopen. Slopen wat we kunnen slopen. Want alle beetjes eten wat we hier natuurlijk mee kunnen krijgen is helemaal mooi meegenomen. En dan komt er weer zo'n motherfucker aan. Het keer overigens ook nog eens een keertje, weet je wel. Die veel moeilijker zijn, maar goed. There we go. Dan hebben we hier nog wel een paddenstoeltje. Komt u maar. Dit ook nog hier wat paddenstoelen vandaan halen, hopelijk. En noemen we dat gewoon even aardenvoedselkappa. Hoeveel hebben we ervan? 6 en 3. Kom op zeg, geef eens even wat meer joh. There we go. There we go. Oké, toppie. En wat we dan intussen ook moeten doen, is we moeten dus heel veel leaves gaan slopen. Om dus uiteindelijk appels te krijgen. Want die appels hebben we dus uiteindelijk weer nodig om ervoor te zorgen dat wij vanuit daar ook weer eten kunnen maken. In ieder geval fruitbomen. Hé, hey, kijk eens aan. Een bot. Oh, ik dacht dat ik er 7 had. Maar het is er maar 1. Wauw. Oké, dan. Dan kunnen we die daar neer flikkeren. Dan kunnen wij hieruit onze bols pakken. There we go. Great, great, great. Deze kunnen we meteen opsmikkelen en weer gaan bijvullen natuurlijk. Makkelijk natuurlijk hieraan. Zo, zo, zo. Perfect. Dan wij tenminste in ieder geval heel even weer vooruit. Ondertussen kunnen wij wel deze was daarin gaan flikkeren. Goed, we moeten even een aantal puntjes op de i gaan zetten. En met name gaan kijken wat hebben we allemaal nodig als we naar Mars gaan. Het is heel simpel. We hebben namelijk ook sowieso weer glas nodig om natuurlijk daar allemaal dingen van glas wat te maken. Dus wat wij moeten doen is we moeten tenminste zand gaan verzamelen. Nether. We moeten in ieder geval zand gaan verzamelen. Om natuurlijk glas te gaan maken. Vrij logisch. En natuurlijk we moeten ook nog wel wat supplies allemaal meenemen. Maar we gaan eerst even beginnen denk ik maar met het zand. Een eitje. Oh, wat lief van je. Dankjewel voor je vlees. Hey, I need everything I can get. Oké. Ik denk overigens ook mensen dat we best wel een langere tijd op Mars zullen zitten, right? Ik bedoel, ik denk dat het wel wat langer gaat zijn dan dat we op de maan zullen zitten. We moeten daar volgens mij ook bepaalde meteorietstenen of zoiets vandaan halen. Wat we natuurlijk uiteindelijk weer nodig hebben om weer andere dingen te craften. Dus ik ben heel erg benieuwd daarnaar ook wel weer. Maar ik zeg, we zullen allemaal wel zien. We hebben hier nog wel een kippetje. Kippetje, kippetje, kom. Hoppatee, there we go. En we kunnen even snel ons huisje gaan tp'en. Toch grappig mensen, op één moment zit je gewoon letterlijk zonder zwaartekracht. Ander moment ben je gewoon hier op de aarde en alles is gewoon weer raar, om zo maar te zeggen. Het voelt oprecht raar aan. Nice uranium ook weer omgesmolten. Perfect natuurlijk voor de stromerites. Oké, dan. Even kijken. We hebben hier allemaal voor de rest in zitten wat wij per se nodig hebben. Echt heel irritant dat we dit niet kunnen middelmuizen. Dus je moet alles een soort van zelf filteren. Nou oké, melden. Dat is kut. Dit douwen we ondertussen daar nog even erbij in. Dit valt maar gewoon lekker onder het troep allemaal. Kool flikken we er eventjes bij in. Wat een volle kist zeg. Jezus. Ik zie wel wat een paar boosdoeners zijn. Dat zijn natuurlijk die dingen. Die ook. En natuurlijk al die plates. Maar goed, die plates hebben we natuurlijk gewoon nodig tot nu toe. Dit douwen we nog eventjes dan weer hier erbij in. Zo. Ga dit tijdelijk even daar erbij in. Oké, toppie. Goed. Dan kunnen wij nu wederom bezig gaan met het maken weer van dingetjes. En dat is in dit geval de raket. We moeten dus nu bezig gaan ook nog met het maken van de raket. Die ons natuurlijk naar Mars gaat brengen. En dat is dus een raket tier 2. Rocket tier... Oh, rocket 2 kan dat? Nee, oké. Goed, wij moeten daarvoor dus weer plaatjes gaan slaan. En dat moeten we dus nu gaan doen door dus
de heavy duty plates met dus de compressed meteorite te gaan doen. Goed, dat betekent dus, ik ga er alvast eventjes 10 pakken. Die gaan we vast aanzetten. Dan wordt dit vast klaargeslagen voor onze raket tier 2. Gaan we morgen mee verder. Hopelijk morgen nog weer wat eten erbij. En we gaan het allemaal wel zien. Voor nu mensen, allemaal enorm bedankt voor het kijken naar deze video. Mocht je het leuk hebben gevonden, doe het dan even lekker dat duimpje omhoog gaan klikken. Als je ook nieuw bent, abonneer, welkom. En mensen, tot morgen.